Hey, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik ben weer online wezen shoppen. Ik heb het gevoel dat ik sinds deze pandemie-uitbraak meer de neiging heb om te gaan shoppen dan voorheen. Hebben jullie daar ook last van? Ik heb bij de H&M en bij de Pull&Bear besteld. En ik ben heel erg benieuwd wat ik van de items ga vinden. Normaal gesproken, als je naar een fysieke winkel gaat, zie je natuurlijk de items al hangen. Online zie je natuurlijk al foto's en een aanbeeld bij een model. Maar soms kan het ook nog anders ogen of anders vallen dan dat je dacht. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik van de items ga vinden. Dus mocht je benieuwd zijn naar wat voor kledingstukken ik allemaal heb besteld, kijk dan vooral verder. Laten we beginnen met de items van Pull&Bear. We hebben hier als eerst een simpel topje met een lelijke blauwe sticker. Die halen we er even af. En dit topje heeft een best wel lage V-hals. Zoals je kan zien heb ik hier ook een topje met een lage V-hals. Ik vind dat aan de ene kant heel erg leuk, maar aan de andere kant ook een klein beetje onpraktisch. Maar als je een bralette eronder doet, dan is het helemaal top. En over bralettes gesproken, ik heb straks ook een aantal bralettes die ik met jullie wil delen. Wat vinden jullie ervan? Ik vind hem zelf wel heel erg leuk. Ik vind dit heel erg schattig. Alleen ik weet niet zo goed wat ik van dit stuk moet vinden. Aan de ene kant vind ik het leuk, maar aan de andere kant weet ik niet zo goed wat ik ermee moet. Zowel de voorkant als de achterkant heeft een diepe V-hals. Maar eigenlijk vind ik de V-hals precies goed. Niet te diep, niet te hoog. En ik heb jullie advies opgevolgd. Zoals jullie waarschijnlijk al weten, struggle ik best wel met mijn maten. Ik vind het heel erg confronterend als een item niet past. Want het zit zo erg in je systeem dat je een bepaalde maat hebt. Maar dat heb ik los kunnen laten, eindelijk. Iedereen zei dat tegen mij. Je moet niet naar de maten kijken. Je moet gewoon kijken of een item past. Wat voor maat het ook mag zijn, weet je. En dat is wel helemaal waar. Maten zijn maar maten. En ik vind dat de maten bij winkels bijna nooit kloppen. Dan heb ik hier een simpel t-shirt met knopen aan de voorkant. En dit is een crop top. Ik ben heel erg benieuwd of deze lekker zit. Deze heb ik ook in een maat L. De top schijnt een heel klein beetje door. En ik vind dat die hier bij de knopen een klein beetje raar zit. Het is niet dat ik hele grote borsten heb. Want vaak kan het daardoor komen. En soms is het dan handig om sowieso een maatje groter te nemen. Maar dit is al een L en redelijk stretchy. Dus ik vind het wel jammer dat het zo eruit ziet. Ik heb geen idee of dat hoort. Ik vind het zelf niet super, super mooi. Maar naast dat zit de top wel comfortabel. Dan heb ik een zonnebril besteld. Als ik een zonnebril draag, draag ik eigenlijk bijna altijd mijn Ray-Ban. Ik kan hem wel even erbij pakken. Ik heb bewust in een kwalitatieve zonnebril geïnvesteerd. Zodat ik niet steeds goedkopere zonnebrillen hoef te kopen. Maar ik zag deze en toen dacht ik, oh, ik vind deze wel cute. Ik zie dit ook wel echt meer als een fashion zonnebril die je opdoet voor foto's. Maar ook gewoon gebruikt als de zon schijnt, of course. Ik vind hem wel leuk. Ja, dit is gewoon mijn backup zonnebril. Mocht ik mijn Ray-Ban niet bij de hand hebben of even snel een zonnebril wil pakken, dan is deze heel erg ideaal. Ik merk dat ik dit seizoen helemaal into de jurkjes ben. Ik heb een periode gehad dat ik alleen maar jumpsuits wilde dragen. Ik draag die nog steeds wel. Maar ik vind dat een beetje onhandig, want dan moet je je hele pak uitdoen als je bijvoorbeeld naar de wc gaat. Niet erg fijn. Dus ik ben overgestapt naar de jurkjes. We hebben hier een simpel jurkje met een bloemenprint. En ik denk dat dit ook wel leuk te combineren is met een riem of zo. Het jurkje is vormloos, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want aan de ene kant vind ik hem wel heel erg zwierig zo. Met een riem wordt hij gelijk een stuk leuker. Ik vond hem net al leuk, maar dit maakt het toch wel af. En dan heb ik nog een jurkje. En ik was enorm aan het twijfelen in welke kleur ik deze wilde hebben. Ze hadden me in het beige, grijs en groen. Maar ik draag eigenlijk bijna nooit groen. Dus ik was wel benieuwd. Oké, een groene jurk. Even wennen. Maar I like it. Het model is ook een beetje anders dan anders. Het is wel even wennen, de kleur.
I like this one. En ik ga hem ook even combineren met de riem, net zoals de vorige jurk. Het ziet er misschien een heel klein beetje gek uit, omdat het natuurlijk niet zo hoort. Maar ik vind het zelf wel wat hebben. Dat waren de items van Pull & Bear. Ik ben benieuwd welk item jij van deze winkel het leukst vond. Ik denk toch dat mijn favoriet het groene jurkje is. Oké, dan gaan we verder met de H&M. We hebben hier nog een jurk. En toen ik hem op de webshop zag, werd ik eigenlijk in één oogopslag verliefd. Omdat het een jurk was dat ik normaal gesproken niet zou dragen, maar wel leuk zou vinden. En de kleur vind ik heel erg leuk. Hij voelt wel redelijk zwaar aan, als in het bevat heel veel stof. Dat vind ik als zomerjurk een beetje jammer. Want ja, in de zomer, als het warm is of course, wil je zo min mogelijk stof op je lichaam hebben. Dus hij is niet bepaald praktisch. Dit is dan de jurk met ontzettend veel lagen. Hij is luchtiger dan dat ik had verwacht. Want hij voelde heel erg zwaar aan vanwege de hoeveelheid aan stof natuurlijk. Maar ja, ik vind hem prima. Ik vind alleen dat de V-hals wel heel erg laag is uitgesneden. Het kan, maar het had wel ietsjes hoger gekund. Of kan ik hem aan... Oh, wat nice! Ik zie nu aan de achterkant dat ik de bandjes kan verstellen. Dus dat is een pluspunt. Over de achterkant gesproken. Dit is de achterkant. Dan hebben we een jasje. En deze jas was alleen nog maar in ML beschikbaar. En ik heb al een soortgelijk jasje van de H&M ook in deze maat. En die zit gewoon top. Wel oversized, maar hij ziet er gewoon vet leuk uit. Dus ik dacht, nou ja, die maat zal wel oké zijn. En over het algemeen vind ik oversized items niet eens zo erg. Maar het moet wel leuk vallen. Net zoals ik dacht, oogt hij heel erg groot. Het kan er op zich wel mee door. Ik heb nu een bralette eronder aan. Maar als ik bijvoorbeeld een strak topje eronder aan heb of gewoon dit, dan kan het prima. Het is niet heel lelijk. Maar ik had hem denk ik iets mooier gevonden als hij ietsjes minder oversized was. Maar ja, het is ook een grote maat. Het is prima te doen. Dan hebben we een simpel topje met bofmouwtjes. En voorheen was ik niet echt heel erg enthousiast over de pofmouwtrend. Ik had al een aantal tops een keer aangehad in de winkel. En toen dacht ik, nee, ik vind het helemaal niks. Misschien kwam dat door omdat ik het niet gewend was. Maar nu begin ik het steeds leuker te vinden. Het geeft toch wel een extra touch aan je outfit. Ik zie wel dat hij een beetje doorschijnt. Dat had ik eigenlijk niet van dit stofje verwacht. Het model vind ik oké, alleen hij is wel redelijk doorschijnend en dat vind ik niet zo prettig. Dus een grote kans dat deze teruggestuurd gaat worden. Maar ja, misschien kan ik wel er wat op voorzien zodat die niet heel erg doorschijnt of dat ik het minder op laat vallen. Want ik vind hem wel gewoon leuk. Dan hebben we nog een jurk en een kleur. Wie ben ik en wat heb ik met Sabrina gedaan? Kleur vind ik wel leuk, zolang het maar een beetje neutral oog. Dus pastelkleurtjes, natuurlijke kleuren. Maar ik vond dit roze jurkje wel leuk. Ik heb geen idee of dit mij zal staan, of dit model leuk voor mij is. Maar ik vind dit wel een ideale zomerjurk. Ik hou sowieso wel van lange jurken. En hij heeft aan de onderkant een split. En deze heb ik in een maat M en hij is heel erg stretchy, dus dat is heel erg fijn. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Aan de ene kant vind ik het heel erg leuk, maar aan de andere kant denk ik, ik heb geen idee. Ik weet het niet zo goed met de lengte. Ik hou wel van lange jurken, maar ik had hem denk ik leuker gevonden als hij ietsjes korter was geweest. Hij is wel enorm stretchy. Een maatje kleiner had misschien ook gekund. Maar ik denk dat dit wel een prima jurkje is voor de zomer. Voor als je op vakantie gaat of dat je naar het strand gaat of zo. Ja. Dan heb ik een sweatpants short. Alleen ik heb nu al
een klein beetje spijt dat ik deze heb gehaald. Hij is huge. Deze was alleen in een maat L nog beschikbaar. En ik wilde hem per se bestellen. Alleen, hij is een beetje te groot voor mij. Bij de H&M is het zo dat een M precies goed voor mij is. En een L te groot. Hij is inderdaad te groot voor mij. Maar als ik aan het touwtje trek en dan een strikje in doe of een knoop, dan is het helemaal prima te doen. Dan zit hij goed. Hij heeft ook nog eens zakken. Dus dat is ook mooi meegenomen. Hij is wel een klein beetje doorschijnend, zie ik. Maar ja. Het is een beetje te groot. Maar hij zit gewoon prima. Dan komen we bij de aankoop waar ik het meest enthousiast over ben. Namelijk een nieuwe bralette. Ik vind het heel erg fijn om af te wisselen met een normale BH en bralettes. En bij sommige outfits vind ik een bralette mooier staan. Dat had ik aan het begin van deze video ook al gezegd. En ik had nieuwe nodig, want mijn huidige bralettes die zijn gewoon stuk aan het gaan. Want ik draag ze veel te veel. Maar ik heb deze in het wit. Ik heb hem in een maat 40. Hij zit niet normaal lekker. Hij heeft niet heel veel support of zo, maar door die pads zit het toch wat comfortabeler. Ik vind het zo ontzettend mooi dat hij hieronder een band heeft. Je kan deze bralette natuurlijk ook gewoon gebruiken als top. Nou ja, misschien is dat ietsjes sexy. Maar ja, ik laat het nu ook gewoon zo zien omdat ik hem heel erg mooi vind. Ik heb deze niet alleen in het wit besteld, maar ook in het zwart, zodat ik kan afwisselen. Zo ziet de zwarte bralette eruit. Niet heel veel anders dan de witte. En hij zit even lekker. Dan heb ik een zwart topje. En het is niet zomaar een topje. Dit topje bevat ook kant. Super mooi. Het heeft wel een kleine sexy touch, maar ik vind het meer classy sexy dan echt ordinair sexy. Ik vind dit heel erg leuk. En dit is leuk te combineren met een blazer of gewoon zo. In de zomer is dit helemaal top. Deze top staat niet heel erg flatteus met een joggingbroek. Maar dat terzijde. Ik vind hem heel erg mooi. Ik heb hieronder een bralette aan. Dus vandaar dat je dit niet super goed ziet. Als je geen BH zou dragen of iets, dan zie je dit stukje kant mooi op je huid. Of nou ja, zie je je huid eronder, waardoor de kant mooier overkomt. Wow, praten is moeilijk. Dan hebben we een short. En in mijn vorige H&M shopblog had ik ook deze short laten zien, maar dan in het zwart. En ik merk dat ik dat item best wel vaak pak en ook lekker vind zitten. Dus ik heb deze ook in het beige besteld. Ik moet hem alleen eventjes strijken, want hij is een beetje kreukelig. En aan de achterkant zit een elastiek, waardoor die heel stretchy is. Dus dat is heel erg fijn. Hij stretcht lekker mee. Deze broek is enorm high-waisted. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Hij stretcht nog lekker mee, zoals ik zei. Lekker luchtig. Hij heeft ook nog zakken. Sinds mijn vorige H&M shoplog ben ik obsessed geworden met zulke soort topjes. Toen had ik ook zo'n model besteld. En ik dacht in eerste instantie, nee. Vroeger droeg ik wel zulke soort modellen. Ik weet eigenlijk niet eens hoe het heet. Is het een halter top? Corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Enorm simpel, maar heel erg leuk. Ik weet niet of het net in het beeld te zien was. Maar hij heeft van die zo'n ribbeltjes patroon. Enorm basic, maar wel heel erg leuk. Dat waren mijn nieuwste aankopen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En mocht je ook een van deze items willen bestellen na het kijken van deze video, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. Ik zal proberen om de linkjes van de items of soortgelijke items hieronder in de beschrijving te zetten. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!